Jawel, jawel, jawel. Hier zijn we weer. Hey, mensen, zoals jullie waarschijnlijk al meegekregen hebben. Jullie hebben Facebook gezien, Instagram, overal op en eraan. Hebben jullie gezien dat waarschijnlijk morgen de Ramadan gaat beginnen. En dit is voor mij een prima gelegenheid om even een kort videootje mee te geven van dat ik iedereen een fijne Ramadan wil wensen. En dat geldt niet alleen maar voor de moslims. Het geldt eigenlijk ook voor de niet-moslims. Eigenlijk zoals we iedereen fijne kerst wensen, fijne Sint, fijne Pasen, noem maar op. Hoort, vind ik, de Ramadan er ook bij. Het is in ieder geval een maand waarin ik het gewoon super belangrijk vind. Dat we niet alleen maar denken aan niet eten, niet drinken. Maar het gaat er ook gewoon vooral om dat we wederzijds respect voor elkaar hebben. Als ik op kantoor ben en ik zie de Nederlandse collega's, die zie ik gewoon als ze een broodje willen eten, dat ze gewoon stiekem om de hoek gaan eten. En dat is gewoon een teken van wederzijds respect. Het gaat er niet om dat iemand wel of niet gelooft of wat dan ook. Maar dat je dat ene broodje om de hoek gaat eten, dat doet zoveel met elkaar. En dat brengt van gewoon heel veel collegialiteit met elkaar. Dus dat is iets wat ik echt super belangrijk vind. Ik vind ook dat, dat we na moeten denken van oké, wat betekent die maand Ramadan alleen? Ik zei net al, niet eten, niet drinken. Maar het is, waar kijk je naar? Waar luister je naar? Met je mond, waar heb je het over? Zeg je verkeerde dingen over je collega's, vrienden, noem maar op. Het is gewoon echt een maand waarin je in elke actie wat je uitvoert, dat je daar gewoon bewust bij moet nadenken. Los van het feit dat de Ramadan ook gewoon goed voor jouw lichaam is, waarin alle afvalstoffen gewoon weggewerkt worden en dat je gewoon een nieuwe start kan gaan maken. Ik vind het ook gewoon belangrijk dat we ook aan de mensen denken die het minder goed hebben. We hebben het altijd over Afrika, over andere werelddelen, maar het gaat er eigenlijk ook om dat mensen hier. Hier zien we ook gewoon mensen die het niet goed hebben, die eigenlijk hun huur niet kunnen betalen of die niet voldoende eten en drinken hebben. Letterlijk 200 meter hier vandaan is er een voedselbank. Ik zweer, als je rond 12 uur of 6 uur gaat kijken hoeveel mensen er in de rij staan, dan sta je gewoon versteld. Denken we wel eigenlijk aan die mensen? Ik moet je eerlijk zeggen, als ik over mezelf spreek, nooit. Ik rij er langs, misschien heb ik nog een muziekje op, met een broodje in mijn mond, niet stilstaan, dat die mensen eigenlijk helemaal niks hebben. Laten we deze maand ook gebruiken om aan die mensen te denken. Ik wil ook even stilstaan bij de mensen die gevlucht zijn. Die letterlijk hun huis hebben achtergelaten, die hun familie hebben achtergelaten, die hun kinderen hebben achtergelaten en gewoon naar Nederland toe zijn gekomen. Niet omdat we het hier allemaal zo goed hebben, aan goudzoekers, etc. Dat je dat wil gaan doen, je familie achterlaten, wat dan ook, dat betekent dat er echt wat is gebeurd. En bij die mensen moeten we ook stilstaan. En bij die mensen hoeven ze niet alleen maar kleren te geven of geld of wat dan ook. Dat gaat niet, het gaat om oprechte interesse. Hoe fijn vind jij het als iemand naar jou toe komt en met jou in gesprek gaat en gewoon oprecht aan jou vraagt hoe het met jou gaat. Laten we dat ook met hun doen. Laten we ook opzoeken, laten we hun verhalen aanhoren. En op die manier komen we gewoon dichter bij elkaar en dan gaan we steeds meer positiviteit krijgen en minder van het social media wat we zien van de oorlogen die ontstaan, de verdeeldheid die ontstaat, die creëren wij zelf. Wat doe jij er als persoon aan om te zorgen dat we dichter bij elkaar komen? Ik wil niet te lang een video van maken. Oprecht hoop ik dat het een hele mooie maand zal worden. Ik heb echt heel veel zin in en mentaal ben ik er helemaal klaar voor. Nogmaals, gezegende Ramadan en zoals we zeggen, altijd positiviteit, alleen maar liefde. Adem, Rich.